Goedenavond en leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Ik Val Op. Ik Val Op stond gisteren natuurlijk helemaal in het teken van sport. En vandaag duiken we in de zorg. En dat doen we samen met André Belt en Anja Strijker van woonwijkcentrum De Holdert in Emmen. En met Wiesje Pieterman. En zij is locatiemanager van de vluchtelingenopvang van de gemeente Coevorde. Ja, want hoe gaan zorginstellingen om met de diversiteit in de zorg? En hoe is de acceptatie? Ja, goedenavond, Wiesje Pieterman, welkom. We gaan zo eerst met jou in gesprek, maar zou je eerst kunnen voorstellen van wie je bent en wat je doet? Ja, Wiesje Pieterman, 32 jaar. Ik heb bijna 15 jaar in de zorg gewerkt als verpleegkundige. En ik ben nu locatiemanager voor Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Coevorde. Nou, tof. Inderdaad. Ook bij ons aan tafel zitten André Belt en Anja Strijker van woonwijkcentrum De Holdert in Emmen van Zorggroep Triant. Welkom ook aan jullie. Fijn dat jullie er allebei kunnen zijn. Ja. André, jij bent projectcoördinator bij De Holdert. Wat houdt dat precies in? Ja, ik ben betrokken samen met mijn collega voor zorg en facilitair. En ik hou me vooral bezig met beleidsstukken, alles omtrent ja, de zorg en facilitair in het gebouw. Anja, jij bent coördinator van het vrijwilligerswerk, toch? Ja, klopt. En wat betekent dat? Ik ben activiteitenbegeleidster voor de grotere activiteiten allemaal om de bewoners wat een leuke daginvulling aan te bieden. En vrijwilligerscoördinator. Ja, dat betekent dat ik de contacten onderhoud met de vrijwilligers en zorgen dat ze dus betrokken zijn bij alle activiteiten wat de bewoners betreft. En onder meer dus activiteiten ook die jullie deze maand organiseren, gaan we straks met jullie verder over in gesprek. Ja. Ja, Wiesje, eerst terug weer naar jou. Jij werkt in een vluchtelingenopvang. Ben je daar veel bezig met LHBTI? Of? Nou, eigenlijk niet. De doelgroep die wij op het moment veel ontvangen zijn moeders met kinderen. Er zijn ook wel wat mannen die uiteindelijk met hun gezin nog weer komen. We zien ook wel wat alleenstaande mannen en vrouwen. Maar daar hebben wij nog geen signalen ontvangen dat er ergens LHBTI speelt. Oké, dus je ontvangt ze vooral en wat doe je dan? Want ja, alleen ontvangen, dat is niet genoeg, denk ik. Nee. Bied je ook hulp bij iets? Of? Jazeker. Ja, ze mogen bij ons wonen in de gemeente. Ze hebben een eigen woonruimte op een opvanglocatie. En daar leven ze samen ook met andere mensen. Op twee locaties moeten ze de voorzieningen ook delen. Dus badkamer, keuken. En er is één locatie waarbij ze hun eigen unit hebben. Dus met eigen voorzieningen. Ja, en wat wij doen, we zorgen dat ze aan het werk kunnen. Is er een medische zorgvraag, dat we ze naar het goede loketje sturen. De kinderen naar school gaan. Dus dat soort dingen. Ja. Dus het is nog niet echt zozeer van, we hebben veel LHBTI daar mee te maken, dus dat dus niet? Nou, we hebben geen signalen. En ik denk dat iets moois is, dat we er niet actief mee bezig zijn. Zeker. Ik denk dat over het algemeen voor de zorg ook geldt. Zolang je daar als zorgverlener of als manager niet actief mee bezig bent, ja, je krijgt ook niet altijd de signalen terug. En heb je een beleid klaar liggen mochten er meldingen zijn? Nee. Nog niet. Jullie gaan echt kijken van, joh, wat is nu nodig? Jullie spelen echt acuut in, zeg maar, niet vooraf gepland. Nee. Zie, vluchtelingenprojecten dat er zo acuut ontstaan, hebben we zo acuut ingericht. We hebben heel veel dingen van tevoren proberen te bedenken. Hè, welke zorg zou er nodig zijn? Dus we hebben afspraken gemaakt met huisartsen, met tandartsen. We komen er steeds meer achter dat we op andere dingen ook nog hadden kunnen voorbereiden. Maar ja, daar was de tijd niet voor. Dus, en dit is ook een punt wat we niet hebben meegenomen. Maar ja, wat uiteindelijk wel heel belangrijk kan zijn. En zeker misschien met Oekraïne denk je daar in de eerste instantie ook niet aan, omdat dat in Europa ligt. Cultuurverschillen zijn misschien minder groot. Ja, en de mensen die bij ons komen, als we het over cultuur hebben, de culturele verschillen zijn heel groot. Wel? Ja, de Oekraïners zijn heel conservatief. Daar is nog meer taboe op het onderwerp dan bij ons in Nederland bijvoorbeeld. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat ze dat soort dingen helemaal nog niet uiten ook. En vooral niet in een nieuwe omgeving waar je de mensen niet kent, de cultuur niet kent. Dat het een hele grote stap voor ze zou moeten zijn. Maar zijn het vooral Oekraïense vluchtelingen die jullie hebben? Of zijn er ook nog andere? Nee, Oekraïense vluchtelingen. Okay. Ja. Wat is dan het grootste verschil dat je merkt tussen mensen uit Oekraïne en mensen uit Nederland? Man-vrouw verhouding.
Want is mannen dat... werken, vrouwen zorgen voor de kinderen en het huishouden. En wordt daar hier ook iets bijgebracht? Zo van, nou, het is oké als jullie allebei wat doen? Of? Ja, zeker. En wat we ook zien, hè, moeders met kinderen komen deze kant op. En moeders geven toch ook aan, ik wil geld verdienen. En ja, ik wil ook wat om handen hebben, ik wil wat doen. Dus ja, vrouwen gaan hier wel werken, omdat die mogelijkheid er ook is. Ja, zeker. Er is wel een stukje educatie ook eigenlijk richting onze cultuur. Ja, zou je kunnen zeggen, ja. Ja. Worden er meer dingen georganiseerd om meer bewustwording te creëren van de Nederlandse cultuur? Zorg je dat ze daarmee in aanmerking komen? Of laat je het eerst even allemaal zettelen, tot rust komen en dan kijken we wel verder? Nou, daar hadden we ons op voorbereid, dat wat je zegt. Hè? Mensen eerst eens even laten aarden. Waar ben je nou eigenlijk? Hoe ziet je omgeving eruit? Welke taal wordt er gesproken? Hoe kan ik me verstaanbaar maken? Maar ook even bijkomen. Nee, je bent een oorlogssituatie ontvlucht. Nou, kom eerst maar eens tot rust. Nee, heel veel mensen hebben ook schrijnende dingen gezien. Traumatisch, ja. Traumatische dingen. Maar het is wel heel grappig, zodra ze eigenlijk een voet over de drempel zetten, is de eerste vraag, wanneer kunnen mijn kinderen naar school en wanneer kan ik aan het werk? Ja. Dus uiteindelijk, waar wij dachten, hey, we geven de mensen wat meer tijd, hebben ze zelf zoiets van, oké, hup, ik ben hier, maar ik ben hier niet op vakantie. Dus, is dat anders dan wat jullie gewend zijn van andere vluchtelingen? Nou, ik heb zelf geen ervaring met andere vluchtelingen doelgroepen, dus dat zou ik niet weten. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar de situatie in Ter Apel, de vluchtelingen daar mogen nog niet werken, nee, omdat ze in afwachting zijn van de verblijfstatus. Ja. Nou, dus daar kun je die snelheid ook niet maken. Maar met de vluchtelingen vanuit Oekraïne wel? Ja, ja. Ja, daar is een speciale regeling voor opgesteld, ja, dat ze mogen werken en dat de kinderen naar school mogen. En hoe reageert de omgeving erop? Want als we de situatie van Ter Apel bekijken helaas, daar komt heel veel negativiteit van. Maar is dat bij jullie ook zo? Nee, over het algemeen niet. Ja, het is ook een tijdelijke situatie. Hè. Oekraïne hopen we echt tijdelijk op te vangen dat mensen zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. Maar dan moet de oorlog voorbij zijn. Maar dan moet het land ook nog weer opgebouwd worden. Dus ja... Dan gaat wel heel wanneer tijd is de oorlog voorbij? Ja, daar gaat tijd mogelijk overheen. Ja. Je hebt ook 15 jaar als verpleegkundige gewerkt. Ja. Ben je daar veel in aanmerking gekomen met LHBTI? Wat voor verpleegkundige was je? Was dat op een speciale afdeling? Of? Ik ben wijkverpleegkundige geweest in de thuiszorg. En in de ouderenzorg ben ik verpleegkundige geweest. En daar heb ik het weinig tot niet gezien. Ja, en ik denk dat vooral komt. Oudere mensen. Ja. Daar zit ook nog een stukje generatie kloof in. Ja, er ligt echt een taboe tussenin. Ja, ja. Ja, snap ik. Nou, eigenlijk alleen maar goed. Dat ja, er op zich niet zoveel meer in aanmerking komt. Ja. Ja, ik hoop natuurlijk wel dat iedereen er gewoon netjes of gewoon fijn voor uitkomt. Dat het niet zoiets van, oh, ik kan dat echt niet zeggen. Nee. Maar voor nu heel fijn. Het klinkt alsof de openheid er zeker is en dat, dat het eigenlijk allemaal heel goed gaat. Ja. Heel fijn, dankjewel. Zometeen gaan we verder in gesprek met jullie, met André en Anja van de Holdert. Maar eerst onze verslaggever Wendy, die ging de straat op met een vraag in verband met de Regenboogweek. En vandaag gaat die vraag over het onderwijs. Op 1 augustus 2021 kwam er een nieuwe burgerschapswet dat scholen verplicht stelt een veilige leefomgeving te creëren voor jongeren uit de LHBTI+ gemeenschap. Het is nu ruim een jaar later en wij van Zo34 vragen ons af... Is dat ook gelukt? Is het veilig voor jongeren uit die gemeenschap om op school bijvoorbeeld uit de kast te komen? Of moeten er nog dingen gebeuren? En op welke manieren moeten scholen dan meer aandacht besteden aan die jongeren? We gingen de straat op. Weet jij wat de LHBTI-community is? Dat weet ik. Vertel. Dat is alles wat niet heteroseksueel is, als het goed is. Dat op andere geslachten valt als het tegenovergestelde geslacht wat je bent. Bij jou op school, wordt er ook aandacht besteed aan die community? Ja, best veel eigenlijk. Ieder jaar een paasvrijdag. Ook zo tussendoor weer een dag dat je, dat je er even over praat en dat je er even mee bezig bent. Als je op school komt, dan zie je al gelijk een vlag staan met de LHBT nog wat community. Maar voor de rest, ja, je moet, ze zeggen wel dat je moet respecteren en zo. Ja, er zitten wel heel veel mensen bij mij in die het zeg maar in de community zelf zitten, maar er wordt niet echt duidelijk les over gegeven of zo. Niet dat er echt aandacht aan geschonken wordt. Ja, je hoort er wel eens over met docenten zo, er wordt in een LHBTI-klas wel eens over gepraat. Maar volgens mij mag iedereen gewoon doen wat hij wil. Ja, nou het wordt volgens mij wel gerespecteerd onder iedereen wel, maar je krijgt ook vlaggen eens in de zoveel tijd om de kluisjes en buiten hangt eentje.
Maar voor de rest, er wordt niet een bepaalde dag aan besteed of zo. Nou, we hebben natuurlijk ook de Paasvrijdag. Dus dat is één dag in het jaar dat eigenlijk speciaal iedereen paars gekleed wordt en alles is ook paars. En verder wordt eigenlijk niet raar naar hun gekeken. Niet alsof ze anders zijn. Dat niet. Ja, geen idee. Werking niet echt. We zitten pas net op school. Ben je bekend met de LHBTI-community? Ja, ik ben er deel van. Oké. En op jouw opleiding wordt daar voldoende aandacht aan besteed, zodat er respect is voor mensen uit die community? Nou, dat is wel grappig, want net op de wc, ik lijk op een jongen, maar ik ben een meisje. En dat werd in de wc net niet geaccepteerd. Ik werd helemaal aangekeken, dus ik ben uit de wc gegaan. Maar dat gebeurt er wel. Op jouw opleiding wordt daar ook aandacht aan besteed aan die doelgroep? Nee. Geen speciale aandacht, nee. 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 Niet echt. Voor zover wij kunnen zeggen wel. En op wat voor manier? Nou, gewoon erkenning. Dus dat niemand gepest wordt met die geaardheid. Weet je dat? Op welke manier moet er meer aandacht komen voor de LHBTI-community? Of vinden jullie dat er al voldoende aandacht wordt besteed? Is voldoende, vind ik. Echt wel voldoende. Ik zou niet weten hoe, dus... Als mensen er ook behoefte aan hebben, moet het gebeuren toch? Maar ik heb er geen behoefte aan, dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Ja, het is wel belangrijk, denk ik. Tegenwoordig, omdat het gewoon... Ja, er moet gewoon meer aandacht aan besteed worden, denk ik. Ja, maar ik denk niet dat het haalbaar is. Ik weet niet waarom niet, maar het wordt heel lastig, denk ik. Ja, nou, ik heb er eigenlijk persoonlijk niet heel veel mee te maken, maar het zou wel mooi zijn als er wat meer aandacht aan besteed wordt. Want er wordt nog niet heel veel gedaan. Op welke manier zou een school meer aandacht moeten besteden? Een beetje voorlichting of zo, denk ik. Nou, bij ons op school is het eigenlijk maar, iedereen heeft gewoon respect voor elkaar. Het maakt zeg maar niet zoveel uit wat je doet, wat je aan hebt. Ja, dat weet ik niet. Volgens mij moet er op school wel genoeg aandacht aan besteden. Volgens mij is er geen onderscheid. Algemeen is het denk ik wel genoeg respect, maar speciale lessen denk ik niet, nee. Ja, gewoon een les dat iemand die dat is. Ja, community of zo even langskomt op school. Vind je dat er nog veel werk te doen is voor scholen? Ja, maar niet per se alleen als school. Het gebeurt overal. Dus... Het is niet alleen op school. Dus ja, ik vind niet per se dat er nog meer aandacht aan geschonken moet worden, omdat het gewoon wel prima is wat het is. Het is niet dat die mensen anders worden aangekeken of zo, anders worden behandeld. Dus ik vind dat het zo prima is zoals het nu is, zeg maar. Niet dat er een hele happening van gemaakt wordt. Laatst liep door het centrum, zie je al 4 vlaggen staan. Nou, prima. Maar ik vind als je gerespecteerd wil worden, moet je niet om respect vragen, maar je moet het verdienen, vind ik. Wat zou je dan willen? Ja, gewoon dat iedereen geaccepteerd wordt natuurlijk, zoals die is. En dat er gewoon... niet raar wordt gekeken als je er bijvoorbeeld kort haar hebt, maar een meisje bent. Dat niet raar wordt gevonden. Stel dat er iemand uit de kast zou komen, zou diegene dat kunnen bij jullie op school? Zou dat veilig genoeg zijn, denk je? Ja. 50-50, denk ik. Belachelijk maken, gewoon, steunen of zo. Gewoon wat degene zelf graag wil. Ja, als hij wil, inderdaad. Als hij het niet wil, gewoon niet stimuleren. En als hij twijfelt, ja, kan je hem altijd een beetje helpen. Is er respect voor mensen uit die doelgroep bij jullie op school? Ik denk het wel. Er wordt niet echt aandacht aan besteed of zo. Ik denk dat als jij rondloopt, dat je overal wel mensen ziet lopen met bijvoorbeeld een regenboogvlag, tas of iemand die dus inderdaad al een verdien heeft als meisje zijnde. Worden wel gewoon hetzelfde behandeld. Ja. Als je op school kijkt, dat het gewoon... Ja. Het is gewoon, ik weet niet, gewoon normaal. Dat iedereen erbij hoort. Ja, jawel, het is niet echt dat iemand zo buitengesloten wordt. Nee. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, we besteden al zoveel aandacht aan. Het moet er gewoon een keertje genoeg zijn. Wat zou jij voor tegengeluid willen geven als mensen dat zeggen? Nou, loop maar een keer eens met mij mee naar de wc. Dan maak je het mee. Heel mooi einde. Dankjewel, Wendy. Wat is jullie reactie hierop? Wat vinden jullie ervan? Allemaal knikjes naar elkaar. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het onderwerp geen taboe meer is. Maar dat er gewoon vrij en open over gesproken kan worden. Ik denk als je het bespreekbaar maakt, dat je al een heel eind op weg bent. Ja. Dat is wel mooi om te zien dat iedereen wel heel open daarin staat. En ook wel ziet van, hey, het is eigenlijk ook wel onderdeel van ons leven eigenlijk allemaal. En dat ze het ook gewoon accepteren. Er zit nog wel wat werk aan de winkel, wat je ook hoort in het filmpje natuurlijk. Maar in het algemeen is volgens mij iedereen wel meelevend hierin. Dus... Ja, en toch zie je ook wel wat Drentse nuchterheid, denk ik. Zo van, nou, het is toch goed zo. Er hangen al vlaggen in het centrum, moet er dan nog meer? Ja.
Nee. Moet je om respect vragen als je respect wil? Ja. Wat vinden jullie daarvan als mensen dat soort dingen zeggen? Is dat logisch? Of? Ja, het is jammer dat dat men zo denkt inderdaad. Want ja, iedereen is gewoon moet zichzelf kunnen zijn in deze wereld. En helaas is dat op dit moment nog niet het geval. Dus er moet nu gewoon nog extra aandacht daarvoor zijn. Maar ik hoop wel op korte termijn dat het gewoon onderdeel is van een samenleving. Ja. Een complete samenleving. Miesje? Ja, mee eens. En als ik kijk naar de zorg, daar hebben we ook nog vooral een hele oudere generatie, senioren, ouderen erbij zitten. Waarin ook nog wel eigenlijk die Drentse mentaliteit, nou ja, prima, doe me normaal, doe je al gek genoeg. Ja. En ik denk dat als je daar langzamerhand ook wat meer in doet qua voorlichting en iets met activiteiten eventueel, dat daar langzaam ook wat het besef kan groeien. Het gesprek aangaan, dat is wel ontzettend belangrijk al. Ja. Ja, want je hebt natuurlijk wel de jongere generatie die nu opgeleid wordt tot zorgverlener, die uiteindelijk met deze mensen moet en mag gaan werken. Die wel hier nu veel meer mee bezig zijn in deze tijd dan de oudere doelgroep vroeger deed. Ja. Als je nou meer wil weten over onderwijs in relatie tot de regenbooggemeenschap, dan zou ik zeggen, kijk vooral morgen naar Ik Volop, want dan staat dat onderwerp namelijk centraal. Net hebben we al uitgebreid gesproken met Wiesje Pieteman. Tijd om uitgebreid met onze andere gasten in gesprek te gaan. Namelijk Anja Strijker en André Belt van woonwijkcentrum De Holdert in Emmen. Goedenavond beiden. André, jij bent projectcoördinator. Anja, jij coördinator van het vrijwilligerswerk bij De Holdert. Hoe sluiten jullie aan bij de regenboogweken? Volgens mij hebben jullie namelijk een hele regenboogmaand, hè, nu. Ja. Nou, wij gaan in november gaan wij starten met het keurmerk De Roze Loper. Daar zijn wij als voorbereiding zijn we de hele maand oktober met de regenboogmaand bezig. Mm-hmm. Dus diverse activiteiten gaan we organiseren. Maar ook het gesprek aangaan met onze bewoners, onze zorgverleners natuurlijk, maar ook met vrijwilligers. Dus we zijn eigenlijk compleet bezig met een beleidaanpassing en ook gewoon het onderdeel maken van onze dagelijkse werkzaamheden. En daar zijn we heel erg druk mee bezig. En we doen het met kleine dingetjes, maar ook met subtiele kleine dingetjes, zeg maar, maar ook met grotere activiteiten en grotere praatsessies en bijeenkomsten. Laten we even bij het begin beginnen, want je noemde De Roze Loper. Dat is een keurmerk, hè? Ja, klopt. Dat is een keurmerk om te laten zien dat jij openstaat voor mensen vanuit de LHTBI-gemeenschap. Zowel medewerkers als bewoners, zeg maar. Dus dat iedereen welkom is op jouw locatie. Dat je niet in de hei of de zij gaat praten, maar gewoon in het algemene. Ook dat je aan zorgmedewerkers training kunt aanbieden. Klinische lessen bijvoorbeeld, van hoe ga je om met mensen die in een transitie zijn geweest. Hoe doe je die zorgverlening daarvan? Ja. Maar ook het gesprek aangaan. Want dat is ook ontzettend van belang natuurlijk. Ja, en dat roze lopen keurmerk, dat laat echt zien dat jij als organisatie open staat en dat iedereen welkom is. En dat vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom willen we heel graag als organisatie daaraan meedoen. Dat is iets wat je denk ik je werknemers kan verplichten. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien nog wel een uitdaging is om dat ook bij de vrijwilligers misschien over te brengen. Hoe kijk je daarnaar, Anja? Ja, vorig jaar zijn we al gestart met een verhalenprogramma in huis te halen, zeg maar. Dat was eigenlijk al een beetje de eerste stap richting het roze keurmerk, om dat bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En dat verhalenprogramma hebben we aangeboden voor de bewoners, maar ook voor de vrijwilligers. En daar waren allemaal hele positieve reacties op. Dus ze staan er ook echt voor open. Ze vinden het leuk. Ja, wat fijn daar aandacht aan te horen. Ja. 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 En jullie zeiden al van in het kader van die roze loper, van dat keurmerk, deze maand alvast extra veel activiteiten. Waar kunnen we dan zoal aan denken? We zijn de aftrap hebben we gedaan met het hijsen van de regenboogvlag. De bewoners zijn allemaal getrakteerd op roze koeken. Oh. Elke dag wordt er een roze accent aan de maaltijd toegevoegd, zeg maar, in de hele maand. Veel rode wiet dus? Nou ja. Ik denk dat de diversiteit van de koks wel wat verder gaat dan de rode bieten. Maar verder gaan wij. We hebben een mannenkoor hebben we uitgenodigd. We hebben een dansschool hebben we uitgenodigd met allerlei verschillende dansen. Dat je kan bewegen zoals je je graag vrij voelt. En het belangrijkste is dat je door deze dingen aan te bieden als activiteit. Dat je bewoners er bewust van maakt van, hé, waar staat het allemaal voor?
En dat je het gesprek op gang brengt. Ja, ja dat is denk ik inderdaad heel belangrijk, het gesprek op gang brengen. Ja. Het is natuurlijk supermooi dat jullie hiermee bezig zijn. Maar het is blijkbaar wel nodig, hè, André? Ja, het is inderdaad wel nodig. Want we zijn ook afgetrapt met een aantal vlaggen op onze gevel te maken, zeg maar, met van de raamschilderij. Mm-hmm. En toen kwam het gesprek al direct op gang eigenlijk. En dan merkt uit dat gesprek blijkt wel van, hey, we moeten nog veel meer doen en nog veel meer organiseren eigenlijk, ook het gesprek aangaan. Want ja... Nou, ze zeiden van, oh, het is de homo-week. Maar zo is het natuurlijk helemaal niet. Dus ja, het gesprek aangaan, dat is nog wel van groot belang eigenlijk. Ja. Oké. En is dat dan omdat zij... want het woonwijkcentrum zitten natuurlijk voornamelijk ouderen, denk ik zo. Die hebben misschien van huis uit toch hele andere dingen meegekregen. Toch vanwege generatieverschil ook een soort van cultuurverschil. Dat is wel iets wat je dan heel erg merkt, denk ik. Ja, we gaan ook een gesprek met onze geestelijke verzorger. Die is een hele goede gespreksleider. Dan gaan we met meerdere bewoners gaan we dan in kleine groepjes bijeen. Dan gaan we een soort van, nou, hoe zou je graag willen opgevangen willen worden? Mm-hmm. En hoe zouden we dat onderwerp, nou, kunnen openbaren, zeg maar? En zij kan er heel goed het gesprek in gaan voeren. En dat hebben we in het verleden ook al een keer gedaan. Dus ja, dan ga je ook kijken van, nou... Wat kunnen wij als organisatie daar nog in veranderen ook eigenlijk of nog kunnen verbeteren? Maar ook het levensverhaal van een bewoner als iemand bij ons komt wonen, dat je daar ook meer op ingaat. In het verleden was het altijd zo van, nou, was u getrouwd? Leeft uw man nog of leeft uw vrouw nog? Ja. Nee, zo moet je niet gaan kijken van, leeft uw partner nog of had u een partner? Er komt een hele andere denkwijze moet je neutraler zo'n gesprek ingaan. Ja, klopt. Ja. Dat is van groot belang. Ja. Vrijwilligers die organiseren volgens mij, naar mijn weten in elk geval, vaak ook de extraatjes. De extra activiteiten bijvoorbeeld. Zijn dat dan ook activiteiten waarin je bijvoorbeeld, nou, toch soort van spelenderwijs al wat bewustwording inbrengt? Ja, ik denk dat wij bij alle activiteiten, zeg maar, die we nu ook in deze regenboogmaat aanbieden, daar zijn... Bij alle activiteiten zijn de vrijwilligers betrokken. Dus die nemen wij zeer zeker mee in het hele proces, zeg maar, van de regenboogmaand. En is dat ook iets wat je buiten de regenboogmaand doet? Jazeker. Ja. Dat merk je wel, doordat wij nu ook heel actief hiermee bezig zijn, dat het ook buiten de maand oktober zeker zijn weerslag heeft. Ja, ja. Nou, dat is heel goed om te horen. Want dan heeft het blijkbaar gelukkig nu al zin. Het zou heel mooi zijn natuurlijk als jullie dat keurmerk ook krijgen. Ik heb wel eens zelf verhalen gehoord van ouderen die terechtkomen in een woonzorgcentrum of woonwijkcentrum. En dan aangeven toch weer de kast in te gaan. Ja, dat wil je natuurlijk niet, toch? Nee, zeker niet. Is dat iets wat wel eens binnen jullie organisatie is gebeurd of is dat gelukkig niet aan de orde? Nou, we hoorden net al van, nou, het is nog niet echt aan de orde gekomen. Bij ons is het wel al aan de orde gekomen dat een aantal bewoners zijn die lesbisch waren of homoseksueel. En dat gaat dan wel openlijk toe. Mm-hmm. Er was één vrouw die gaf dat echt gewoon toe. Maar een man, nou hadden we wel van het vermoeden, maar dat is nog nooit echt... in een verhaal naar boven gekomen eigenlijk, omdat hij daar wel stil over bleef. Ja. Maar vorig jaar bij een bijeenkomst in ons atrium, toen was het echt een groot onderwerp. Nou, toen kwamen er wel bewoners, die gingen staan, die gingen iets vertellen over hun familie bijvoorbeeld, over hun kleinzoon of een kleindochter. Ja. En dan kwam het gesprek ook wel op gang. Blijkt toch dat die ruimte er dan wel is, maar dat misschien in eerste instantie die ruimte niet door die persoon gevoeld wordt. Klopt, ook bij medewerkers. We hebben ook een medewerker, nou, die gaf laatst bij ons aan van, ik ben zo goed opgevangen eigenlijk, die is ook uit de kast gekomen. Mm-hmm. En die voelde zich zo welkom. Ja. In de samenleving was het toch wel heel erg tegengehouden, ook vanuit de kerkelijke gemeenschap. Maar vanuit hier, vanuit de locatie, zeg maar, is ze zo warm ontvangen eigenlijk. En ze was echt gewoon helemaal blij. Ja, en dat heeft haar echt geholpen door de maanden heen. Wow. Voor het besef, zeg maar. Dus dat vind ik wel mooi om te horen. Dat medewerkers en ook bewoners daar goed mee omgaan. Eigenlijk. Ja, wat fijn. Dat is goed om te horen dat dat in jullie organisatie goed zit. Maar hoe is dat in de rest van de zorg? Anja, hoor jij wel eens iets van collega's uit andere instellingen? Je merkt wel dat andere collega's toch nog wel iets terughoudender daarin zijn. Oh ja? Ik heb wel het idee dat wij daar wel al een stapje verder in zijn, zeg maar. En dat komt misschien ook wel, net wat André zegt, doordat je wel bepaalde bewoners hebt die tot die groep behoren. Mm-hmm. Maar we hebben ook vrijwilligers die ook homo of lesbienne zijn. Ja. Ja, en de bewoners die... die behandelen ze net zo als iedereen. Die zijn er lovend en laaiend enthousiast over. Dus ik denk dat wij de manier waarop we daarmee omgaan, dat het gewoon heel goed is. Nou, mooi om te horen. Ja. Zouden jullie nog tips willen geven aan andere zorginstellingen? Van joh, kijk hier eens naar of probeer eens misschien iets op deze manier.
Ik denk vooral, ga het gesprek gewoon met elkaar aan. Ook blijf met de bewoners praten. En ook met de medewerkers. Blijf praten inderdaad. Ja. En ga niet invullen voor een andere, maar ga gewoon open vragen stellen en echt het gesprek aangaan. Anja? Sluit me helemaal bij aan. Mooi. Ja. Dank beiden voor jullie openheid en dat jullie hierover wilden vertellen. Ja. Ja, dat was alweer de tweede aflevering van Ik Val Op, die volledig in het teken stond van de zorg. André Belt, Anja Strijker van De Holdert, heel erg bedankt dat jullie er waren. Biesje Pieterman, locatiemanager van de vluchtelingenopvang in de gemeente Coevorden, ook heel erg bedankt. Tof dat jullie er waren. Morgenavond om 8 uur dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En dan verdiepen we ons in de relatie tussen de regenbooggemeenschap en het onderwijs. Heel graag tot morgen. Doei!